Hierdie netwerk 24 insetsel word met trots aangebied in samenwerking met Afrikaans.com. Wie kerel gee ons baie plezier. Ons het agtergekom, ons moet die finansiële mense daar neersit. Die kerel is half onderwijs en half de property company, want die school kost 80 en 100 miljoen om te bouw. So, ons het dit besef, jy moet een stuk grond in die handen gereed, impactstudies doen, verkeersstudies en mense en dit en dat. Dit vat sommer een jaar net om een toestemming te geven, die mense klaar. Die school bring additionele verkeer en al sulke goed. Dit is in twee gedeel, vandag is een property afdeling wat skole bou en dan onderwijskap. Dit was die icoon van Abate. Toen ons die kans kreeg, toe koop ons dit by Christo Wiese. Een week later loop ek vir wat die besonder raak. Hy sê my, Janie, het jy nog nie in die lewe geleer nie. Jy koop nooit te baken by Christo nie. Is een lesie wat ek geleer het nie. Want dit was reg. Ons betaal met PSC aandele om KBV. Is die swakste transaksie wat PSC ooit gedoen het. Want ons het een goeie betaalmiddel gebruik, PSC aandele, en een swak ding gekoop. Ek is een van die lesse wat ek geleer. Nee, maar wie wat? Dit was die beste ding wat met my gebeur het. Dit was moeilik aan die eerste tyd. Want my vriende, kyk, ons was groterige firma, want ons was 19, 20 vennote. En ons was een baie suksesvolle maatse firma. En miskien was ek te prestasie gedreven. En ek weet nou nie, ken jy van Moff de Blanche. Ek het nou nie les van Moff. Maar ek kan ons nou nie hiervoor julle jong mense te skinderie. Nou, Moff was die meest senior van nooit, so hy was die een wat die woorde gesê het. Ja, en van die ander van noorde is baie saam met my in die bezigheid. Ja, nie, ek weet. Vandaag, dis nou Jaap de Toe en Peer Brink en Chris van Wyk en hoe kan dit aangaan? Ons gelukkig al saam 20 jaar. Dis nou ook al amper 22 jaar geleden dat ek gevaar was. En blijkbaar was een van die probleme dat jy dwars en agressief was, volgens hulle nou. Ja, dit maak so, dwars kan ek nou nie saamstem nie, want ek voel vir my ek is lynreg uit, maar as jy sê ek is dwars, dan moet jy het iewers so hoor. Een batestroper verseker mos nie. Ons het maatskappye uitgebouw. Ons het Capitec begin. Toe moet een tak uit 700 takke nou. Dit is een wonderlijke suksesstory. Wat is een stroperie wat daar? Die selle met Kiro. Die selle met PSC Consult. Dit brei uit en sovoorts. Maar opportunis, miskien ja. Jy kan nie net so terug sit, jy moet geleentede soek.